nieuwe vraag op straat. De carnavalsoptocht van Breda is vanwege weersomstandigheden niet doorgegaan. Hij is nu verplaatst naar 6 maart met half vaste. Wij gaan eens kijken wat de mensen hiervan vinden. Ja, tuurlijk. Heel jammer. Het is altijd leuk om te zien, hè? Ja, heel jammer. Ik vond het wel leuk als het door is gegaan. Het was wel echt een carnavalsfeest dan. Heel jammer, maar het kon niet anders. Ja. Ik vind eigenlijk in deze tijd dat ze denken dat ze tegen alles kunnen beschermd zijn. En dat ze allemaal maar maatregeltjes nemen om maar te voorkomen van moest er toch eens iets zou kunnen gebeuren, wie is er dan verantwoordelijk? Ik vind het er een beetje over. Ik vind het zelf ook in heel de maatschappij. Hè? Mensen denken dat ze alles kunnen tegenhouden, dat ze voor alles kunnen verzekerd zijn. Ik vind het een beetje belachelijk eigenlijk. U vindt dus dat die gewoon door had moeten gaan? Ja, ik vind het wel. Als de mensen dan toch eens iets leuks kunnen doen, waarom kan dat dan niet doorgaan? En als ze dan vinden dat er praalwagens zijn die misschien gevaar kunnen opleveren, ja, dan moeten ze dat een beetje zien dat die wagens er niet bij zijn of dat die moeten een beetje afgebouwd worden, weet ik veel. Hè? Ik ben geen technisch iemand, maar ik vind het een beetje overdreven eigenlijk. Ja, zeker wel jammer, want carnaval is natuurlijk wel een leuk feest als het ware, dus dat is wel jammer dat de optocht dan niet doorging. Maar we snappen het ook wel van die weeromstandigheden, anders zou het gevaarlijk zijn. Ik vind het een wijze beslissing geweest. Als je zag wat voor weer het was met die windstoten erbij, dan... ik denk dat het verkeerd afgelopen had geweest. Ik vind het een hele wijze beslissing van de Breda's Carnavalvereniging. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Veiligheid voor alles. Ja. Zowel voor de omstandigers als voor degene die met de wagens zouden moeten lopen en alles. Plus daarbij, krijgen we nog eens een keer een extra weekend carnaval, hè? Ja, dat wou ik dus vragen. Het wordt nu 6 maart gevierd. Ja, klopt. En vindt u dat een goede oplossing? Ja, half vaste. Ik bedoel, precies in die tijd is het ook weer een beetje carnavalesk. En Breda heeft dan ook weer een hele hoop carnavalskapellen rondlopen in de binnenstad. Dus ja, dan komt het heel mooi uit. En ik denk dat half Nederland wel naar Breda zal komen, denk ik, voor die optocht. Ja, vind ik wel. Een goed idee, ja. Leuk. Komen we alsnog kijken. Dat zal dus een beetje minder werken, denk ik. Want niet iedereen gaat half vaste houden. Dus ik denk dat dat een beetje... Weg. Het is eigenlijk carnaval is eigenlijk weg, hè? Dus de mensen gaan echt niet meer volgens mij van café naar café en zeggen van nou we gaan nog eens leuk... Of verkleed nee, langs de kant staan. Ik denk dat ze dat niet meer zullen doen. Dus nee, denk het niet. Ja, zeer zeker. Ik probeer een club bij elkaar te krijgen dat we de zondagsmiddags met z'n allen gaan kijken. Verwacht u dan ook veel mensen? Ja, ik denk toch wel dat al die mensen die met carnaval zouden gaan toch wel ook dan zullen gaan.